Limburg. Zoiets bijzonders hebben we nog nooit gezien. Ook niet in Engeland. Dus al helemaal niet in Nederland. Maar wij zijn wel de allereerste in Nederland met een... ja, hoe noem je dat? Een robot in 3 kwadraat of zo? Ja, het is eigenlijk een cluster. Een clusterrobot. En dat houdt in? Dat hij in 3 delen opdeelt. Ja, en hoe werkt dat dan, hè? Ja, het werkt gewoon. Ze koppelen aan elkaar. Ja. En in de arena wordt het 3 losse robots. En hoe ben je in godsnaam op dit idee gekomen? Wilde je gewoon heel uniek zijn? Ja, nee, te veel vrije tijd. De cluster moeten, dat is wel heel moeilijk. Dus je gaat echt 3 robots in 1. Ja, ik weet het, ik denk dat we het heel moeilijk mee krijgen. Maar we hebben scherpe punten en we rijden heel snel, dus nou ja. Ik zie geen punten, waar zijn die punten? Dit zijn scherpe punten. Ja. Die kunnen omhoog. En wat is dit? Dat is Flipper, maar die is inoperatief, dus die doet het even niet. Die doet het even niet. ODT Zero gaat dus zonder wapen de arena in. Flipper defect. Nou ja, het mag de pret van deze Leeuwarden robotiers niet drukker. De heren leerden elkaar kennen op de opleiding kunst en design en besloten voor de lol een robot te gaan bouwen. De familie en vrienden vinden het volstrekt nutteloos en gelukkig vinden ze dat zelf ook wel een beetje. Robots bouwen is een zeer fijne vorm van het verspillen van tijd. Kijken waar dat ze brengt in de arena des verderfs. En dan deze clusterbord, wortel 3 in het kwadraat gedeeld door de vierde macht en logaritmisch opgebouwd tot 1 geheel. Want als hij in elkaar zit, is hij er ook helemaal klaar voor. Een clusterbord die uit 3 delen bestaat, is zeker een uniek project. 3 robotiers die de tegenstander ongetwijfeld van alle kanten aan gaan vallen, totdat hij er horendolvol wordt met 6 rolstoelmotoren en helaas ook een kleine neiging tot zelfvernietiging. De Friese onverzettelijkheid in optima forma tegen, wat eigenlijk, 3 helmen. Misschien wel de ergste nachtmerrie van iedere robotier. Mr. Psycho is opnieuw de scherprechter bij deze ongetwijfeld oneerlijke strijd. En Shunt, die gaat natuurlijk ook met genoegen een paar ferme klappen uitdelen. Kijk eens even, wortel 3 gaat meteen tot in de derde macht. Het is heel leuk, in het midden zit een soort, daar zit de mama-bot en de kindjes-bot die vliegen uit. Een fantastische manier om natuurlijk deze ODT-Zero aan te pakken. Want kijk eens even, je hebt natuurlijk de mogelijkheid om op 3 fronten te opereren. En dat doen ze dan ook, de pit wordt geopend, terwijl een van de kindbots, laat ik ze maar even zo noemen, want mama-bot heeft deze flipper waarmee die kan proberen om ODT-Zero ondersteboven te gooien. Maar de kindbots die houden ODT-Zero knap bezig en kunnen ondertussen ook nog wel leuke grappen uithalen, zoals bijvoorbeeld de refbot een dreun geven. Dat moet je niet te vaak doen, jongens. Daar krijg je problemen met de huisrobots mee. Kijk eens even. ODT Zero heeft wel een sterke motor, zo te zien. Want 3 robots tegen je aandouwend en dan toch nog vooruit willen te komen, dan heb je wel kracht in je donder. Stond ook in het lijstje. Dat was een van de sterkste punten, de rijkracht. Maar kijk eens even wat die kindbots doen. Die zijn goed gebouwd, hoor. Dat zijn een soort wiggetjes. En de mamabot die duikt er daarna in om proberen omver te gooien. Hey, ze spelen ook leuk met zichzelf. Hier komt die neiging tot zelfvernietiging volgens mij even naar buiten. Kijk maar eens even. Hoppakee. Mooie rondjes, jongens. Kijk, ze zijn ook met z'n 3 aan het besturen. Volgens de reglementen mag het. En ik vind het ook wel een waanzinnige vondst. Kijk eens even, met z'n 2 proberen ze daar ODT Zero in de pit te duwen. Waar is nummer 3? Misschien dat ze die nog net nodig hebben. Want ODT Zero is sterk, ik zei het al. Misschien dat hij het nog net redt. Kijk, daar is nummer 3. Daar hebben we de kindbot nummer 2, die duikt eronder. Het is een narrow escape voor ODT Zero, die daar bijna de pit in ging. Ik vind het geweldig verzonnen, hoor. Die wortel 3 tot de derde macht, 4e kwadraat, wortel logaritmisch. En dan ging die weer bijna de pit in. Het scheelt bijna helemaal niks. Maar elke keer weer op kracht, op pure kracht, weet ODT Zero eruit te komen. Want ja, als je van 3 kanten belaagd wordt, dan is het toch wel lastig, hoor. Kijk, deze jongens, het is eigenlijk niet eerlijk. 3-1, dat heette vroeger op de kleuterschool gewoon gemeen. Maar het gevecht is nog steeds niet afgelopen. ODT Zero, misschien dat ze het nu anders aan gaan pakken. Ik denk dat ik de tactiek van Wortel 3 inmiddels doorzie. Want kijk daar eens even in de hoek. Daar staat niemand minder dan Shunt te wachten om ODT Zero te grazen te nemen. En de 3 bots van Wortel 3 die proberen inderdaad nu ODT Zero in die hoek te krijgen. En dat lukt ze ook nog. Ja, dan gaat Shunt natuurlijk hakken, breken, duwen en douwen. En Psycho die komt inmiddels ook al om de hoek kijken. Dan moeten die kleine bordjes wel maken dat ze wegkomen uit die hoek, want anders krijgen ze ook nog een dreun. En dan kan je vertellen, als je zo klein bent als een van de 3 wortel 3 bots, dan krijg je die hamer van... kijk eens even! Shunt staat er al, je krijgt die hamer van Psycho liever niet op je hoofd. De mama-bot van wortel 3 wordt inmiddels ook aangevallen. Kijk eens even, Shunt hakt er even lekker met die bijl bovenin. Maar het wapen, kijk eens, het ene wapen, het wapen van Shunt zit vast in het wapen van wortel 3. We hebben nog 10 seconden voordat we naar een jurybeslissing gaan. En dan weet ik niet welke robot dit gaat redden, hoor.
Want de Wortel 3-bot krijgen nu flink van langs. Het is toch echt tijd om de jury te laten beslissen wie de winnaar is tussen dit gevecht tussen ODT Zero en Wortel 3. Ja, ze kijken een beetje zuur. En ook het team, ja, dat kan ik niet zien van Wortel 3, maar die zullen ook niet echt blij kijken. Dit is de jury en we zullen het zo horen. En de jury heeft na lang beraad de beslissing genomen. En de winnaar is Wortel 3 in het kwadraat. Ik ben stom verbaasd, hij deed het. Ja, tuurlijk deed hij het. Dat staat niet. Wacht maar. Ja, gaan we verder. Ja, natuurlijk deed hij het. Ja, maar je kwam nauwelijks daarheen, hé man. Ja, dat koppelen was even lastig. Hè? Dat koppelen was even lastig. En maar daarna wel met z'n drieën sturen. Wie stuurt er het beste van jullie drie? Ik, hè. Jij stuurt het beste. Ja, en hij ook. Stuurt hij het beste van jullie drie? Ja. Hè? Ja. Ja. Vind jij ook? Ja, nou, soms. Jullie gaan winnen? Zeker. Jullie komen in de finale? Ik hoop het. Oké, jongens, heel veel succes. Dank je. Groeten. Hoi. Doe maar applaus voor de wortel van 3 in het kwadraat.